Johan Derksen, Helene Hendricks en René van der Gijp, bekende gezichten van zes, hebben allemaal hun eigen visie op de recente uitspraken van VVD-leider Dylan Jezilgos. Terwijl Derksen zijn stem bij de verkiezingen op Pieter Omtzigt heeft uitgebracht, kozen Hendricks en van der Gijp voor de VVD. Echter, de aankondiging van Jezilgos dat de VVD niet in een volgend kabinet zal zitten, heeft tot teleurstelling en frustratie geleid. René van der Gijp deelt zijn onvrede, als ik dit geweten had, dan had ik er niet op gestemd. Hendrik sluit zich daarbij aan en benadrukt dat het voelt als een verloren stem. Ze betreurt het besluit van de VVD om niet deel te nemen aan een volgende regering. Vanuit haar perspectief is het onbegrijpelijk dat de derde grootste partij van Nederland weigert haar verantwoordelijkheid te nemen. Johan Derksen voegt eraan toe dat mensen die op de VVD hebben gestemd nu weinig reden hebben om dat opnieuw te doen. Het lijkt voor hen meer op een politiek spel. Met Jezilgos als spreekbuis voor strategische beslissingen achter de schermen. René van der Gijp uit zijn ongenoegen over wat hij FC Dieland noemt, en Helene Hendricks vindt het absurd dat de VVD niet bereid is om mee te regeren, terwijl het land voor diverse uitdagingen staat. Wilfred Gené wijst op de noodzaak om de kiezers terug te winnen, maar de discussie draait al snel naar de kritiek op de VVD, met verwijzingen naar problemen zoals die in Groningen, toeslagenaffaire en immigratiebeleid. Johan Derkse concludeert teleurgesteld en boos dat de VVD de kans mist om de puinhoop die ze volgens hem hebben veroorzaakt, op te lossen.